Golden Horse Armor. Oftewel gouden. Ja, zoals dat! Oh, oh. Geef kracht, vuile dief! Oh, what the fuck? What the hell? You attacked me! Oh! Wow! Ben ik een paard? Ben ik een. Oh, shit! Heeft hij wat gestolen? Wat, het is, ja, nee, maar dit is de barman. Okay. Dit is zijn bonus, dit is zijn dat loon. Dat is gezellig. Ja, nee, mooi dit. Ja, nee, ik vind het een mooie plek. Nee, ik vind het vreselijk. Daarom ga ik hier ook weg. Maar het gaat om deze spullen. Deze kist. Dit heb je allemaal. Dit is het kostbare wat ik heb. Die music disc hier heb ik nog niet. Mm-hmm. Ik heb eventueel wat extra spullen in de andere twee kisten, maar dat is niet super zeldzaam. Als je zelf de saddle levert, wil ik wel deze twee dingen wil ik wel hebben voor de ezel. Wacht even, waar haal je nu een tweede music disc vandaan? Deze. Nee, er was er één. Oh, jij hebt al die music disc? Nee, die heb ik nog niet. Wacht even, je wil dus de music disc en de enchanted book sharpness 4, efficiency 4, multishot in ruil voor één ezel? Ja. Hey, ezels zijn zeldzaam. Ik denk dat music disc iets zeldzamer is. Nee. En een enchanted book iets meer waard is. Heb je nog geluisterd? Deze is niet heel gezielig. Deze is niet heel... Heel gezielig? Niet heel gezellig. Ik heb hem nog geen één keer geluisterd, nee. Nee, maar je hebt ook niet zo'n ding. Dus waarom... Je hebt ook niks aan. Oké. Hallo, we zijn hier aan het onderhandelen. Ja, maar dit duurde veel te lang. Ik ga toch niet in gesprek met een afperser? Afperser? Afperser! Jij wil een ezel hebben? Ja, maar ik ben toch geen ezel dat ik trap in deze domme ruil? Een enchanted book en een music disc. Dat is niet eerlijk. Ik wil enchanted book, sharpness 4, efficiency 4, multishot en C418 stal. Dat is een oneerlijke ruil. Nee, dat is een eerlijke ruil. Je krijgt een ezel met een kist erbij. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Ik ben sprakeloos. Dit is oneerlijk, Jeremy, sorry. Dit is een compleet eerlijke ruil. Nou, succes met het zoeken naar een ezel. Oké, onder één voorwaarde wil ik deze ruil maken. Ja? En dat is als jij mij komt helpen met de verhuizing. Jezus, wat wil je allemaal meenemen dan? En als ik inwoner mag worden van Zwitserland. Waar loopt hij weg? Heeft hij mijn spullen? Nee. Hallo? President Jeremy? Hij is gewoon verdwenen. Hallo? Hallo? President Jeremy? Oh, Wat was er? Waarom ging je rennen? Niks. Ik heb spoed. Ik heb ineens moeten ik heb het druk. Rusland wil opgehaald worden uit het kinderparadijs. Ik moet gaan. Oké. Nou, geen ezel dus. Dan wordt hem niet. Iemand vers paardenvlees kopen. Is het vlees van een zwart paard? Nee, alleen de music disc voor de ezel. Ik schrik mij helemaal de paloepoepa, man. Wat zeg je? Oh, alleen de music disc voor de ezel. Nee. Het is niet eerlijk. De music disc voor de ezel. Het is niet eerlijk. Dat is eerlijk. Het is letterlijk één music disc voor een ezel. Ja. Een ezel die ik zelf kan vinden. Nou, zoek dan. Wat zoek dan? Ik wil toch niet zoeken? Ik wil toch eigenlijk vragen en dan ruilen met een neutraal land zoals Zwitserland. Het is alleen maar... Het is maar één disc. Je hebt gelijk. Weet je wat? Oké, is goed. Je hebt gelijk. Kom maar. Met je teringdisc. Nee, jij met je teringezel. Jij. Ja, jij wil je teringwist, toch? Hier. Hij is weg. Stop. Alsjeblieft. En het boekje. Nee, dat is... Nee. Nee. Nee, ja, dan, ja ik zal een ezel voor je halen. Fijn. Dat was het idee, toch? Ja, graag. Dan moet je zelf de zadel leveren, dankjewel. Ja, dat komt helemaal goed. Dat is het in orde. Oh, ik kan hem even gaan halen. Wacht, verhuizen. Je zei net, ik ga verhuizen. Waar ga je heen? Is het ver? Het is niet ver. Maar kom je helpen? Nou, niet echt heel veel zin in of zo. In ruil voor multishot. In ruil voor die. Nee. Weet je, ik ga eerst even... Ik ga de ezel even halen. Ja? Ja, en dan kijken we even hoe ver iedereen is. Dan wat de status is, ja? Dan, hoe bedoel je iedereen? Hoe ver je misschien al klaar bent, hopelijk. Oké, bedankt. Tot zo. Zo. Ja, top. Nou, daar is hij. Dankjewel. Dat is eventjes een... niet teruggaan. Hij wil heel graag terug. Ja, ik zie het. Je moet eventjes een draadje omheen doen, dat hij niet wegloopt. Maar het is een aardig beestje. En ik hoop dat hij zijn werk goed doet. Oh, ja, dat...
hoop ik ook. Wat fijn. Dank je. Ik zal hem eerlijk, nog even een naam geven. Ik ga hem nog een naam geven. Dat komt goed. Ik zit nu aan een naam te denken dat die... misschien Thijs zat ik aan te denken. Nee, doe anders zo'n naam die je echt aan een beest zou geven. Wat dacht je van... Malino misschien. dat is wel cool. Nee, dat vind ik meer een hondennaam. Oh ja, ja, ja. Ik ook. Ja, dat vind ik meer een hondennaam. Ik ook, ja. Oké, nou dan was dat alles toch. Gaat het zo lukken? Ja, dat denk ik wel. Ik ga even deze rotzooi droppen hier. Nee, dat die spant niet. Dat gaat niet. Oké, nou, ik neem het wel. Jawel, ja. Oké, ik heb nog wel één vraagje. Mm-hmm. Ik was een beetje over aan het piekeren. En net schoot ik eigenlijk een beetje mijn beurt voorbij. Maar mijn gedachten die gaan een beetje rond. Ik heb natuurlijk nu al kennis gemaakt met jou en met Duncan. En ik ben enkele keren bij Zwitserland geweest. En ik voel me daar op mijn gemak. Dus moet ik eigenlijk als koning, tenminste vroeger als koning, een beetje terugzakken in mijn mensenleven. En wilde ik vragen om, zeg maar, kijk, ik wil niet als ik, kijk naar jullie land en infrastructuur en de neutraliteit die jullie hebben en verder de mensen die je leven. Ja, ik ken alleen Duncan, maar toch wel heel erg leuk. En ik vind dat jullie heel veel zieke acties hebben en dat je dat vet vaak allemaal gewoon goed doet. En zou ik bij Zwitserland kunnen zitten? Nou ja, dus we hebben niet alleen zieke acties. President Jeremy kan ook nog eens heel goed rappen, wist je dat? Oh! Ja, heel sick. Heel sick ook. Nee, dat wist ik niet. Heb je kan je een voorbeeld geven? Wil je anders een podium? Werkt dat misschien, als ik je een podium geef? Misschien dat het me wat meer aanzet. We hebben hier namelijk een podium. Oh ja, perfect. Oké, ja, ik kan wel even wat... Je zit nu, als je daar kleren vindt, nog van... Oké. Oh yeah. Okay. Little Jeremy in the building. Let's go. Skirt. Oh yeah. Oh, ik ben hier op die beat. En ik zit hier met Milano. Oh nee, het is Malino. Oh nee, het is toch Malano. Nee, het zit hier met zijn ezel. Die heb ik net gehaald. Ik heb hem echt niet gescamd, want hij heeft eerlijk betaald. Skirt! Ik weet niks meer. Dus dan roep je gewoon skirt. Skirt met de beer. Skirt met de bak. Boe. Biep met de bak. Boe. Skirt. Ja. Skirt. Wauw. Ja. Wauw, mooi. Oh, oké. Okay. Heel mooi. Dat doen we dus ook. Ja, dat leer je ook in Zwitserland, gaandeweg, zeg maar. Geen enkel probleem. Ik ben bezig met een shanty voor de piraat. Oh, een sea shanty. Ja, dus een soort zeelied ben ik mee bezig. In een wereld was er een zeelied van een sea shanty. Zo'n beetje? Zo, ja, zo. Meer liedjes voor me. Ja, nee, maar dan echt meer van... Weet je, zo op die manier. Oh, anders. Dus ik kan het ook. Ik vind het vet. Het is heel cool. President Jeremy is nou net even wat cooler. Multitalent. Ja. Even terugkomen op je vraag. Was natuurlijk helemaal niet echt gericht op je vraag. Was meer even zelf-ego. Maar even denken. Ja, je wil... Wat is precies je doel? Ik zie je bent knollergang. Ben je gejoined? Ik weet niet wat dat allemaal inhoudt. Wat is je doel? Kijk, de mensen die wij in Zwitserland hebben... Kijk, je hebt nu problemen. Hè? Niet neutraal. Het is niet neutraal. Hè? Dat met Rusland en die rechtszaken, dat zijn dingen die zijn niet neutraal. Kan niet. Zwitserland, ben je Zwitserland? Kan niet. Het kan niet. Want als wij dan jou hier, zeg maar, in Zwitserland hebben, dan hebben we een probleem en dan zijn we niet meer neutraal en dan hebben we geen... Snap je? Ja, ik snap precies wat je bedoelt. Je praat net zoals dat je rapt. Maar ik zoek de problemen niet op. De problemen zoeken mij op. Dus daarom heb ik, zie je in mijn naam staan, Knorgang hierboven. Omdat ik ben een
landje gesticht. Ver, ver, ver weg van alles en iedereen. Ja. Het is ongeveer... Het is zelfs via de portal is het nog een eind lopen. Mm-hmm. Als in vanaf jullie portal naar mijn portal is het nog 300 meter lopen. En ik hoef niet iemand op mijn land te hebben. Ik ben liever een eindselganger. Maar het zou fijn zijn als ik... Of mijn kingdom geschiedenis kan laten gaan en bij Zwitserland eventueel kan aansluiten op een neutrale manier. Want daar sta ik natuurlijk hartstikke voor, neutraal. Ja. Ik ben al een keer advocaat geweest. Dat vind ik ook fijn om te doen voor Zwitserland. Daar zou ik me ook voor willen aanbieden. En mocht dat niet kunnen werken, dan kan ik altijd nog met een knollergang provincie tegen Zwitserland aanzitten. Of vlak in de buurt, zodat dat we toch nog een soort van buurtlanden zijn. Ja, ja, ja. Ja, dus, ja, kijk, ik heb al best veel voor je gedaan nu, weet je wel. En ze helpen met Rusland en het paard, weet je wel. Dat is nog een ongoing investigation. En zeker. Dan de ezel. En volgens mij had je ook een probleem met een zwaard. Ik bedoel, dat was ook een beknelde situatie. Weet je, daar heb ik je ook uitgeholpen. How is men gonna return the favor one day? Nou, wat dacht je door hard werk, door middel van neutraliteit? Altijd een advocaat in de rechtbank. En, is die rechtszaak gewonnen? Ja, ik heb 1 win rate. Je hebt one KD. Ik heb 1 KD. Ja, ja. Tegen Rusland. Met Rusland. Huh? Ja. Oké, okay, ja, maar dat soort dingen. Ja, kijk, dingen zoals rechtszaken. Dat zou in principe met onze neutraliteit niet erg nodig zijn. Ja, kijk, je kan. Kijk, iedereen die momenteel bij ons is aangesloten. Heeft echt wel een specifieke taak, zeg maar, op zich genomen. Die heeft, zeg maar. Dus we kunnen, zeg maar, proefstellen. Of een proeftijd inlassen. Dat we kijken wat je kan betekenen voor ons en hoe het werkt. Kijk, ik heb natuurlijk ook nog meer inwoners. Die moeten er ook allemaal wat van vinden, natuurlijk. Want ik ben wel de president. Maar ja, iedereen moet wel met elkaar overweg kunnen gaan. En het moet wel allemaal klikken, weet je wel. Als een team, een verband, een... Taak, een... ja. Ja. Eind... Ja, 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 ja. Dat, ja. Ja. Eén taak, één team. Eén team. Ja, dat is zeer belangrijk natuurlijk, dat ja, snap precies, ik. Ja, precies, ja. Dus wat zijn zoal de open taken die je kan doen? Of zou je willen dat ik met een voorstel kwam? Nou ja, kijk, weet je, ik ben geen babysitter. Dus iedereen hier moet wel een beetje, zeg maar... Ja, jij als babysitter, een zieke actie. Ja, ik ben alleen babysitter van Rusland. Daar kan je ook nog wel heen. Dan ben ik, ja, maar dat... Nee, wacht. Dat gaat niet helemaal werken. Ik denk dat... ik heb Rusland... dat is het hele ding. Ik probeer een neutrale leven te leiden. Dus ik ging in de rechtszaal voor Rusland spreken tegen Toverland. Omdat ik Rusland eerst gedoe had. Zonder reden. Maar Pascal Putin werd boos op mij. Dus ik dacht, ik maak het daarmee goed. Dus ik speelde Kiet. En vervolgens gaat Rusland van mij jatten. Ja, ik kan daar vrij weinig aan doen. Behalve ze voor het rechtssysteem slepen, wat ik nu probeer te doen. Ik kan ook verder niet, ik ga ze niet aanvallen, ik ga ze niet uitschelden, ik doe misschien een beetje naast je hoor, op de grond, niet op jou. Maar dat is alles wat... Wow. Die was heel ver. Ja, die was heel ver. Ja. Een heel grote, het komt door die grote kamers hier. Ja joh, grote kwabbel. Ik zie nergens... Maar je had het eerst over dat je wilde koning zijn en je wilde dit zijn en dat zijn en je eigen Nee, dat heb ik nooit gezegd. Dat heb ik nooit gezegd. Rijk voor mezelf en nooit... Eindkoning. Hoe weet ik zeker dat je mijn plekje niet wilt overnemen? Oh, dat is absoluut niet mijn bedoeling. Ik ben vroeger, 2500 jaar geleden, wat ook in jullie geschiedenisboeken staat in Zwitserland, ben ik koning geweest van een kingdom Malino. Vandaar dat mijn naam Malino is. Dat heb ik voorbij. Dat is voorbij. Dat heb ik opgegeven. En ik ben nu half mens, half goblin van binnen nog. Maar van buiten nog steeds gewoon mens. Dus ik moet mij aanpassen. Ik moet mij kunnen vertegenwoordigen. Kijk, ik zal me even... Een zieke attikil. Snel op de mode gesprongen, zeker. Ik weet niet wat een attie is. Ik weet wel wat een zieke actie is.
Maar geen zieke attie. Wat is een attie? Je hebt zieke attie op je hoofd. Hmm. Wie heeft je die verkocht? Of werd je daarmee wakker? Dit is hoe ik naar boven kwam. Oké, bijzonder. Ik heb nooit mijn mode. Ik heb mijn uiterlijk nooit veranderd, maar dank je. Ja. Oké, maar we zouden even kunnen proefkijken wat werkt en zo. Er zijn momenteel meerdere dingen gaande in Kan ik misschien iets doen als... weet ik niet. Zijn er open plekken? Zijn er plekken die beschikbaar zijn van Zwitserland dat je zegt, dit is wat wij nou op zoek zijn. Dan kan ik daar mijzelf in bewijzen en versterken. Kijk, wat ik heel goed kan, en dat komt van vroeger uit, dat heb ik natuurlijk niet verleerd, want 2500 jaar lang geleden leefde ik nog. Mm-hmm. Maar ja, als je dan ineens verdwijnt en weer terugkomt, dan betekent niet dat je je talenten kwijtraakt natuurlijk. Wat ik heel goed kan, is ik kan heel goed leiding geven. Ik kan heel goed mensen laten lachen om mijn grappen, mm-hmm. die niet grappig zijn. En ik kan heel goed klusjes uitvoeren als ik ze zelf geef. Ah, klinkt heel handig. Ja, we hebben nog wel een dorpsgek nodig in Zwitserland. Ik weet niet of je dat nu bedoelt. Ik begrijp niet helemaal wat een dorpsgek inhoudt. Wat doet een dorpsgek zoal? Ja, een beetje wat jij nu doet. Hoe bedoel je? Nou, grapjes maken, dat soort dingen. Toch? Ja, nee, tuurlijk. Dat kan. Ik heb gehoord van Duncan dat er een comedy club wordt opgericht. Oh, is dat zo? Ja, dat zei Duncan. Oh, oké. Dus ik dacht, wat nou als ik daarin mijn bijdrage lever? We zijn ook nog bezig met een underground rap battle club. Wauw. Ja. Laat mij het telefoonnummer hebben van Eminem. Hoezo? Leefde die 250 miljoen duizend jaar geleden? Heb je zijn nummer? Ik heb zijn nummer. Ik heb hem leren kennen. Hij zat bij Kingdom Yenava. Sick. Dat is wel cool. Ja, nee, kijk, we kunnen dit afspreken. We kunnen eventjes voor een tijdje, voor een aantal dagen misschien even kijken. Weet je wel, of je je op je plek voelt en de omgeving wat is. En dat soort dingen voordat we echt daadwerkelijke stappen zetten in het daadwerkelijke joinen. En dan maken we het meteen zo, anders is het meteen zo officieel en alles, snap je? Dus we kunnen misschien eerst even kijken, vind je het leuk, weet je wel? Is het voor ons leuk? Heb je dingen te doen? Is dit wel echt wat je wilt, weet je wel? Want op dit moment zijn er wel heel veel dingen gaande. Er lopen heel veel dingen die aan... Ja. Hoeveel inwoners heeft Zwitserland eigenlijk? Met mij erbij 4. Nou, valt allemaal wel mee. Ja, dus dat comité zou niet zo heel langdradig zijn, per se. En hebben jullie een vaste advocaat? Ja, wij huren altijd nat vlees in van Friesland. Mm. Tenminste, wij hebben nog nooit een advocaat nodig gehad, maar meer voor... Ik wou net zeggen, net zei je dat je nog helemaal geen rechtszaken had gerund. En nou ineens zeg jij, ik heb nat vlees. Ja, nee, maar die is als... Die staat bij ons, op nummer 1 nu voor advocaatzaken, eigenlijk. Wacht even, wie praat er nu? Jij of de... Want ik een beetje in de war. Oh, jij zei dat. Oké, ja? Normaal hebben nat vlees als advocaatzaken. Dat was niet de ezel, dat was ik. Ik heb geen idee, man. Oh, wil je... Nu hebben we nat vlees als advocaatzaken. Ah. Maar goed, ja, kijk, weet je wat ook handig is? Ja, kijk, ben je daadwerkelijk goed in advocaatzaken? Kijk, als mensen jou inhuren, is natuurlijk ook goed voor ons, weet je. Want mensen willen misschien wel graag een advocaat van Zwitserland hebben. Want Zwitserland heeft op dit moment heeft wel de beste naam hier op deze wereld. En wij zijn op dit moment, kan ik wel zeggen, de rijkste hier in deze wereld. En we staan in een gunstige positie, dus... Ja, en ik kan naast mijn talenten qua een leidende rol spelen. Dat zal ik naast mij neerleggen. Ik zal wel moeten, aangezien jij president bent. Maar is het dan een president, omdat je er een bent? Jij bent een president was. Klappen. Hij is dood. Ja, sorry, ja, ik dacht, ik zeg het maar gewoon, weet je, anders hou ik je zo voor aan het lijntje, maar...